Nou, we zijn op dit moment alweer bezig met de voorbereiding voor een nieuw album. En we nemen de tijd, want we hebben eigenlijk zo'n mooi album gemaakt, ons eerste album weer samen. En ik vind dat er nog veel meer van verkocht moet worden eigenlijk. We zijn natuurlijk in een periode waarin het niet alleen economisch slecht gaat in Nederland, maar gewoon in het vak ook gewoon wat minder is. En wij zijn wel ontzettend blij met onze gouden plaat, maar we vinden dat het er veel meer van verkocht zou kunnen worden. Het is gewoon jammer dat heel veel mensen niet weten dat wij een album hebben. En dat is, zo werkt het gewoon. En als je nou kijkt naar de BZN-tijd van vroeger, schrok je daar een beetje van dat er tegenwoordig dan eigenlijk zo weinig platen verkocht worden? Ja, dat is niet meer te vergelijken. Dat is niet meer te vergelijken. Ik zeg het wel eens spottend tegen Hanny. Wij hadden, dat bedoel ik goed hoor. We hebben 20 keer in de top 5 gestaan in Nederland, in de hitparade. Echt niet overdreven, 20 keer. En daarvan zijn we denk ik 12 keer of zo in nummer 2 of zo geworden. 2 of 3. We verkochten in die tijd van Lady Macquarie bijvoorbeeld 98.000 platen en kwam er geen één. Dan stond net Dancing Queen van ABBA nummer 1. Of we kregen Chanson d'Amour 96.000 platen en kwamen 3 of zo of 2. Ja, waar praat je dan over? Als je tegenwoordig een grote familie hebt, sta je nummer 1. Dus dat is niet meer te vergelijken met elkaar. Nee. Heb je een grote familie? Ik heb wel een vrij grote familie. Ja, die kopen ook graag. Dus die nieuwe single komt gewoon op 1? Annie, we moeten je familie even pushen. Ik zal ze even wakker schudden.